Jack, mogen we jou verzoeken om aan tafel te komen zitten op je vaste oude vertrouwde plek? Ja, zeker. Neem een biertje mee. Ja, die staat er al. Het dode biertje staat er al. Oh ja, die stond er ook altijd. Die staat er al 15 jaar. Ja. Ik heb hier de kaartjes, dus daar hebben we succes, zou ik zeggen. Oké, dank je. Ja, dan is het op deze zaterdagavond zo'n 15 jaar na dato tijd voor de tafel van Jack. Het is weer zaterdagavond. Zeggen is hier. Hier is Top Spek. Uw presentator, Jack Spijkerman. Ja, dankjewel. En zoals iedere week neem ik de week weer door met mensen die 15 jaar geleden om wat voor reden dan ook in het nieuws waren. En dat zijn deze week Dick Advocaat en Prinses Beatrix. Ja! En Jan Peter Balken! Ah. Vier kabinetten weggestuurd, kan het niet zomaar wegsturen. Meneer Balken en de welkom. Dag, majesteit. Leuk dat u er bent. Advocaat, lees je nog? Nou weet ik weer waarom ik een principe al een sortering heb gelaten om dit programma te zitten. Ja, nou, even tijd niks van u gehoord, meneer Balken. Ik ben het enige om weer op televisie te zijn, zo lang geleden. Ja. Ik wist niet eens of ik mijn eigen stemmetje nog kon. U bent behoorlijk vrolijk. Ja, ik heb helemaal geen verantwoordelijkheid meer. Ik zit bij Ernst & Young en ik dacht, einde aan die Balkenende-norm, kom erop met die Spijkerman-norm. Ja, iets anders. U heeft Nederland jarenlang bij de hand genomen. Hoe vindt u dat het nu gaat, majesteit? Nou, zeg maar dik, hoor. Het gaat uiteindelijk gewoon kloten met Nederland zelf, dat natuurlijk. Ja, maar de eer aan te balen. Nee, maar ik bedoel niet het Nederland zelf al. Ik bedoel Nederland in het algemeen. Daar oh, had het over. Ja. Kan je beter aan haar vragen. Ja, ja. Ja, dat deed ik ook, hè? Oh. Oh. Nou ja. Nou, ik vind dat wij in Nederland... Wacht even, waarom houdt u uw hand voor uw mond? Nou, anders gaat Lucky TV er een raar stemmetje onder zetten. Hand voor je mond, anders gaat Lucky er een raar stemmetje onder zetten. Nog raarder stemmetje? Nou, je hand nou zo nog op de paard. Dank u alle drie dat u hier was. Ik vond het een... Alsjeblieft, Jack, de treinkaartjes. Ja. Dat treintje, die is wat later. Treintje, die is later. Ja, Treintje Oosterhuis, nou, welkom. Nou, ik was bang dat je je scheur open ging trekken, maar dat is blijkbaar al gebeurd. Wijselijk. U bent volgens mij de eerste die voor de bevalling alles uitgescheurd. Nou, majesteit. Treintje Oosterhuis, welkom. Hoe zijn jouw herinneringen met Kopswijkers? Nou ja, kijk, ik wil het niet al te veel dramatiseren. Maar ik werd zo slecht nagedaan. Zo scheel en vatsig ben ik niet. En daar heb je veel last van gehad. Nou ja, kijk, zo scheel, als ik werd nagedaan, zo scheel ben ik gewoon helemaal niet. Maar tegen wie praat u dan op dit moment? Sorry, ik snap het probleem niet. Nee? In principe zijn toch alle treintjes scheel? Maar goed, hoe is dat nou als het hoogtepunt van je carrière al 15 jaar achter je ligt? Nou, dat is zwaar. Nou, dat is gewoon echt. Het lijkt me heel groot. Avond. Een hele... hele goede avond. Meneer Opstelten. Meneer. Leuk dat u er bent. Meneer. Spijker. Ja. Ja. Meneer Opstelten, heeft u nou ook nare herinneringen aan die tijd van... Het was een... het was een hele... mooie tijd. Ja. Dat je nog... Ja. Begrijp ik. En, mooie tijd. Ja.
dat je nog eens lekker kon uitpraten. Ja. Ja. Ik was laatst bij de wereld. De wereld. Draait door. Die doordraait, inderdaad. En ik had nog geen eens tijd gehad om. Goedenavond, meneer. Meneer. Spijkerman. Van Nieuwkerk te zeggen. En toen was het al tijd voor Lucky TV. Ja. 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 Ja, want, ik vind dit een heel moeilijk moment, Jack. Ja, dat snap ik, ja. U gaat nog steeds door, hè, meneer Opstelten? Mijn levensmotto, dat is... Je moet je pas echt zorgen gaan maken als Henk Krol je gaat feliciteren. Nou, ja. Meneer Spijkerman. Ja. Dan is nu het moment aangebroken dat ik mag zeggen dat het mij behaagt. Dat ik een lintje krijg? Nou, nee, want dan moet u 1 vrienden hebben en 2 iets gepresteerd hebben. komen Vladimir en Bashar er ook even bij? Meneer Spijkerman, ja. We hebben toch allemaal hier ontzettend veel aan u te danken. Eigenlijk zo niet het begin, dan wel alles. Dus als dank krijgt u van ons de gouden springplank. Dit was een geweldige quiz. Zweet een groot applaus. De oude komst van Tim. Ik wil Wils Band, de quest!